cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Goedemorgen allemaal. Het is een nieuwe dag van Vlakmaas. En ik heb besloten om vandaag vol met activiteiten te plannen die mij inspiratie geven en me een positief gevoel geven. Nou ja, niet vol, want ja, eigenlijk wel vol. Ik heb een idee wat ik al een tijdje heb voor een Engelse video. En die stel ik maar uit en die stel ik maar uit en nu ben ik het zat. En ik wil vandaag er heel veel vooruitgang mee boeken, maar tegelijkertijd mezelf ook omringen met allemaal dingen die me inspireren. Zo ben ik vanochtend begonnen met, kijk, dit is hoe het eruit ziet hier, met het luisteren van iets inspirerends. Hier, dit is een boekje, het lezen van, oh, hier, het is een spiegelbeeld, het lezen van dit boek wat ik al zo ontzettend lang heb, maar gewoon nooit doorheen ben gekomen. Dit is waar ik ben gekomen. Moet je voorstellen. Het staat helemaal nergens op. En ik heb daar mijn glitterboekje waar ik heel veel dromen en dingen in opschrijf. En daaronder is nog The Magic van, ja, de reeks van Secret. Misschien wel even leuk om iets te laten zien. En dat is ook weer tegelijkertijd om mezelf wat motivatie en inspiratie te geven. Want soms ben ik gewoon heel erg bang omtrent alles wat ik doe en dat het gaat ophouden en stoppen. En ja, daar ben ik gewoon een beetje bang voor. En die angst die speelt de laatste tijd veel meer op. En daarom bedacht ik me ineens dat dit boek wel goed van pas zou komen. Want het eerste hoofdstuk gaat in op 4. False evidence appearing real. Waar je angsten onder ogen gaat komen. En funny fact, eigenlijk funny fact, magical fact. Elke keer als ik mijn angsten onder ogen ben gekomen, en ik heb dat tot nu toe vaak ook publiekelijk gedaan op mijn blog, dan komt het allemaal goed. Ik had eerst een angst, ik kan me niet zo goed meer herinneren, maar het was iets met voeding. Nee, eerst was de angst omtrent relaties, omdat ik bang was dat hoe dan ook, of als een fling of een verliefdheid of een relatie goed zou gaan, dus tot een langdurige relatie zou leiden, dat de tijd van mijn werk af zou nemen, waardoor mijn werk zou afzwakken, waardoor ik dit werk niet meer zou kunnen doen. En ik had ook de angst dat als het niet goed zou gaan, dat ik een gebroken hart zou hebben en dat dat me ook zou afleiden van mijn werk. Dus hoe dan ook, had ik een soort van angst omtrent relaties en zo. En toen ik dat schreef, ik weet niet meer precies wanneer, maar ik weet dat in ieder geval 2 weken daarna ontmoette ik Boy. En the rest is history. En dat is niet het enige. Daarvoor had ik ook nog een artikel over mijn angsten en daarna ook weer. En dat is ook allemaal weer, dat is dan zo weer toevallig goed gekomen. Precies op het moment dat ik daarover schreef. Dus het is tijd om daar iets mee te doen. Maar dit is dus een soort van mijn dromenboekje wat ik jarenlang vergeet en dan weer heel veel in schrijf. Maar misschien is het wel leuk om even doelen, iets voor te lezen daaruit. Doelen 2013, dus dat is alweer bijna 6 jaar geleden. Meer bezoekers op mijn blog. Dit waren nog hele vage doelen. Van zoveel mogelijk rugpijn afkomen. Nou, ik heb echt bijna nooit meer rugpijn. Nieuwe recepten uitproberen. Filmpjes maken voor YouTube. Fitter en gezonder worden. Boeken lezen over darmen en spijsvertering. Minstens 1 persoon helpen met darmklachten. Sparen voor vakantie, keyboard en pc, laptop. Dit is misschien wel heel leuk. Ik wil in april rond de 40 bezoekers gemiddeld per dag. En toen waren er nog 4 maanden tot april. In februari een gemiddelde van 35 bezoekers per dag. Wauw. Het is gewoon heel mooi om alle kleine stappen op te schrijven en mee te maken. Hier, 13 oktober 2013, 100.000 bezoekers per maand op Fit Beauty. Ah! Nou, dat is gelukt. Yay! Alright, ik ga opstaan en oil poelen en een morning walk maken. Mijn camera wil niet meer scherp stellen.
Dus dat is ook waarschijnlijk mijn cue om op te staan. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand, take me away. Oh jongens, het ziet er shabby uit. Het is inmiddels bijna middag. Ik ben hard aan het werk. Ik heb flink gehuild, want er moesten allemaal dingen uit. En ik heb even een vers geperst sapje voor mezelf klaargemaakt. Om wat vitamintjes binnen te krijgen. En dan ga ik zo weer verder. En ik wil eigenlijk ook nog een workout doen. Dus dat is de status nu. Vers geperst sap is zo lekker. Misschien ga ik ook even een koffietje zetten. Want ik ben vanochtend naar buiten gegaan met thee. Tijdens mijn morning walk. Dat doe ik niet zo vaak. Dat is omdat ik even mijn darmen wilde laten rusten. Maar ik denk dat ik wel klaar ben voor een kopje koffie. En misschien ook juist wel fijn voordat ik wil gaan sporten. From big to small. Warm laughter and white smiles. My presents stacked in piles. Take me away Christmas Day. Upper body, but also her core. Every time she lowers down, she's engaging her abs, sucking her belly button in, keeping her shoulders rolled back. Last one, China. Woo! Beautiful. Oh, okay. Shake it out, shake it out, shake it out. We're gonna flip on over to a reverse tabletop position now and just give it a stretch. Hips high to the sky, bring the shoulders back. My arms are on fire. On fire. Oké, jongens, ik ben heel erg emotioneel vandaag. Het slaat helemaal nergens op. Tijdens mijn workout kreeg ik het gewoon even niet voor elkaar. En ja, barstte ik in huilen uit. Niks zieligs of zo aan. Dus niks om zielig over te voelen of wat dan ook voor mezelf. Voor jullie. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, vast wel. Dus toen dacht ik, oké. Ik stop hier even mee. Ik ga heel eventjes kijken of er een yogales of iets is via OneFit. Want ja, dat is gewoon net even de extra motivatie die ik vandaag mis. En toen zag ik dat vandaag bij Balans om 3:30 er ook een hot yogales is. Die ik normaal gesproken maandag doe. Maar maandag heb ik hem niet gedaan omdat ik heel erg ziek was. Dus hij is er vandaag wel. Dus die heb ik net ingepland en die is over 1:30. Dat gaat mijn dag hopelijk een beetje positiviteit inroepen. Ik had gezegd dat ik vandaag allemaal dingen ging doen die positief waren. Dat begon ook goed met podcasts en boeken lezen en een morning walk. Maar tijdens mijn morning walk werd ik alweer emotioneel omtrent dingen die ik hoorde. En allemaal persoonlijke shit die niet per se nu gedeeld hoeft te worden. Maar ik denk dat die yogales me heel goed gaat doen. En ik denk dat ik misschien ongesteld word morgen. Please, word ongesteld, Danny. Hurry, hurry. Ik heb echt al mijn hoop op deze yogales gevestigd. En ik hoop dat ik me stukken beter voel daarna. Soms zit je gewoon in een soort van emotionele rollercoaster. En daar zit ik nu heel erg in. En ik kan niet te veel delen. Ik wil misschien niet te veel delen. Maar dit is gewoon even wat het is. Ik ga naar yoga en hopelijk voel ik me daarna beter. Ik ben terug van hot yoga. En ik ben echt letterlijk net terug. Dus ik ben nog niet gedoucht, omgekleed. Maar wat ik ga doen is ik ga eventjes wat eten in de oven zetten. En dan ga ik douchen. Zodat als ik uit de oven kom dat het dan... Oh, was uit beeld. Dat het dan klaar is. Maar ik moet zeggen, en het klinkt heel zweverig, maar fuck it, ik ga toch zeggen. Yoga is soms echt mijn redding. En ik heb jarenlang geprobeerd soort van in yoga te komen. Get into bedoel ik eigenlijk, vertaald naar het Nederlands.
Maar dat lukte maar niet, omdat ik veel te veel met andere dingen bezig was. Ik was veel meer bezig met, oh, als ik een workout doe, dan moet ik wel heel veel calorieën verbranden. En met yoga gaat het langzaam. Oh, ik moet veel op mijn ademhaling letten. Ik wil gewoon knallen en calorieën verbranden en afvallen en zo. En nu is yoga veel meer een tool voor mijn hoofd dan voor mijn lichaam. Terwijl het ondertussen ook ontzettend veel doet voor mijn lichaam. Qua flexibiliteit en hoe sterk mijn armen en schouders en borst worden. Maar het is echt, echt een goede tool om alles een beetje op een rijtje te krijgen. Ik ben ook als een van de laatste opgestaan bij die final Savasana. Als ik het goed uitspreek. En normaal ja, ga ik na een minuut of twee of zo sta ik wel op. Maar nu had ik niet eens door dat ik zo lang lag. En het voelde heerlijk. En ik kreeg dingetjes halverwege op een rijtje. Maar ook... Ik had ook momenten dat ik dacht, oké, ik wil nu kappen, ik wil nu naar huis, ik heb hier geen zin in. En ja, dan moet je dan soort van doorheen. En op een gegeven moment dacht ik, wacht eens even, volgens mij komt alles goed. Ik moet alleen positief blijven, doen waar mijn hart ligt. Dit puntje, dat puntje, dat puntje, dat puntje. En vertrouwen hebben in de flow van het leven. Er zijn vaker momenten geweest dat ik echt even niet meer wist wat het leven nou voor mij aan het doen was. En het ging allerlei kanten op en stress en van alles waar ik geen controle over had. En uiteindelijk kwam het goed. Dus ik moet nu ook ietsje meer vertrouwen daarop en vooral dicht bij mezelf blijven. Wow, wat zweverig. Goed, dit was de les van vandaag. Ja, laten we het even heel erg plat zeggen. Ik denk dat het niet zweverige deel van yoga waarom het werkt, is omdat je je ademhaling verbindt met je bewegingen. Dus je ademt in, je doet een beweging, je ademt uit en je doet een beweging. En op die manier is er bijna geen ruimte om met je hoofd ergens anders naartoe te gaan en af te gaan dwalen en to-do's af te gaan en weet ik het allemaal. Omdat anders val je gewoon om. Je moet balanceren, je moet stretchen, je moet de houding vasthouden, je moet inademen, uitademen. Er is zoveel gaande met dat je deze twee met elkaar connect, omdat je anders omvalt. En ik denk dat dat het geheim is van het zweverige van yoga, wat dus eigenlijk niet zweverig is. Het is gewoon bij elke ademhaling in en uit is er een beweging aangekoppeld, waardoor je dus constant de focus moet houden op je lichaam en wat je voelt en waar je mee bezig bent. En ja, ik kan nu nog een aantal dingen zeggen, maar ik denk dat het wel duidelijk is wat ik probeer over te brengen. Dus yoga heeft me een dag wel een beetje gered. Yay, voor een OneFit abonnement. Om dit soort dingen gewoon in te kunnen plannen. Dat is echt top. I love it. Alright, ik ga de oven aanzetten. Kippetje in de oven met groenten. Oké, okay. Eten. En douchen. Hurry, hurry. Mama's looking worried. Will the fire be ready in time? Papa's out getting a tree while my sister and me are writing verses and rhymes. Soon they will be here, same as every year. Everyone wants home. Yum, dit gaat de oven in. Eens kijken of ik dat met één hand kan doen. Oh. Dat is een idee. Oké dan. Everyone wants home for Christmas. En het is alweer tijd om te gaan slapen. Ik heb heel veel geëdit vandaag voor mijn Engelse video. Maar hij is nog niet af. Hij is bijna af. En morgen wordt een drukke dag. Overmorgen wordt nog drukker. En de dag daarna wordt nog drukker. Dus mocht je deze vlog een beetje saai vinden. No worries. De rest van de dagen zijn weer vol met planning en activiteiten. Zo is het leven af en toe. Hè? Dat het minder druk is en dan weer druk. Ik had even een emotioneel zware dag vandaag. Zoals jullie vast al hebben gemerkt. Dus ja. Ik denk dat het goed was dat ik vanochtend had besloten om zoveel mogelijk positieve dingen te doen. Dat heeft mijn focus in ieder geval zoveel mogelijk positief gehouden.
als ik dat niet had besloten, dan misschien was ik veel meer meegesleurd in negatieve gedachten en zo. Maar goed, af en toe mag er ook wel ruimte zijn voor een huilbui. Morgen, nieuwe dag, nieuwe kansen, positief beginnen. Yes. En ik wil deze slaapkamer nog eens een keer opgeruimd hebben. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Welterusten allemaal en ik zie jullie morgen.